Senden o ürkes içeri. Tamam ben bunu yapayım. Sen ne yapayım? Het is tijd voor actie. Tijd voor Reddit reactie. We gaan weer reageren op mijn pagina QC's Humor. Want hoe meer daar komt, hoe meer we kunnen lachen, hoe meer we kunnen reageren. Oh jawel, we gaan beginnen. Let's go. Oh, ik heb zo'n honger. Ah, alleen boter? Heb je ook alleen boter en niks anders te eten in de keuken? Don't worry. QC maakt video's die de maag vullen met blijdschap en happy moments. Abonneer nu op QC's kanaal om nooit meer honger te lijden. Ja. Don't worry, ik heb al jaren niet gegeten. Oh jongens, dit is de eerste video die ik gelijk zie. QC represents Bollywood in. Ja, mooi. Mooie face swap. Jongens, ik ga nu bijna twijfelen of het iemand is die nou gewoon op mij lijkt of dat ze... Nee, dit is sowieso mijn gezicht die erop is gezet. Maar ik ben gewoon te twijfelen nu. Nou, dit moet zo'n face swap ding zijn. Ja, jawel. 1000%. Maar het is wel echt goed gelukt. Het is wel goed gelukt. Ik weet niet eens waarom ik ging twijfelen. Het is gewoon verduidelijk. Maar toch. Ik bedoel, vraag me een keer voor zo'n film. Want ik weet, als je in Bollywood doorbreekt, ben je klaar. Als je daar een superster wordt, ben je klaar, jongens. Mensen denken dat Hollywood groot is, maar kennen jullie Bollywood nog niet. Er zijn misschien soms de meningen verdeeld over wat je van de films vindt. Als je daar doorbreekt. Wanneer kippenvel op mijn beat zou zijn. Oké, okay, ben benieuwd. Ik heb geleerd dat slechts een enkeling kan schijnen. Desalniettemin weet ik dat sterren weer verdwijnen. Wat weet je van niks hebben en hem stressen om je klein. Het liefst willen slapen om nog merries te ontwijken. Shit. Dat klinkt dom, hoor. Met die klachten van toen. Ik had geen geld voor mijn licht en het was dark in mijn rooms. Ik heb heel vaak moeten voelen of de kachels het doen. Nu koop ik huizen met mijn wifey van 500.000. Ey. Ja. Jongens, ik wil hem wel beseffen, man. Ja, dit is er wel eentje. Dit is wel een beat. En natuurlijk is mijn geluidskwaliteit iets slechter. Omdat hij eigenlijk gewoon mijn stem heeft moeten wegfilteren van de originele beat. Omdat hij niet de a cappella versie ervan heeft. Maar het klinkt alsnog dik. Ik ben benieuwd als er nog, zeg maar, die beat nog meer inslaat. Net de brandweer, ik haalde een gezin uit de flat. Hey. Dit is een pleister op die wonden leggen. Ik voel me best een dieke koffer glorie vechten. Wauw, oprecht. Stuur mij deze beat. Ik maak die beat kapot. Ik geef... Die geef ik op die beat. Die beat wordt nog koud geslagen. Wow. Stuur mij deze beat. Oh man, ik krijg inspiratie, man. Bro, ik zal deze beat slopen, man. Dit zou ook een 101-achtig iets zijn, hè? Dat je met zo'n beat binnenkomt. Alsjeblieft, stuur mij deze beat strijden. Donkers beat. Connect mij, stuur mij deze beat. We gaan hem KO'en. Man. Point of view, je bent met Turken in de party. Oké, dus dit houdt dus in wanneer je, zeg maar, met Turkse mensen in de party bent. En dan waarschijnlijk gaan ze schel op elkaar. Ik weet het nu al. Ah ja, zo mooi. Ik wist het al, man. Ja, man. Zo mooi. Ja, ik wist al sowieso dat het iets met schelden was. Want mensen weten hoe goed ik ga op die Turkse scheldwoorden. Ja. Ik weet steeds... Ja, sommige dingen versta ik. Ook het laatste van mij. Ik versta die guy zichzelf niet meer. Of ik versta het gewoon echt niet. Maar hoor, wat zegt hij op het laatst? Hier ga ik goed op. Ah, jongens, ik weet niet wat er allemaal gezegd is. En ik hoop niet dat jullie nu een slipper krijgen omdat jullie nu dit aan het kijken zijn. Maar ja, ik ga hier zo goed op. Dit is zo mooi. Ik zou echt een keer in zo'n party willen zitten. Gewoon een hele dag, hoor. Gewoon een game sessie van avond tot in de nacht. Gewoon in een party. Alleen maar met dit. Mijn leven zou compleet zijn. Man. Lekker, voor mij ken ik deze ook. Ik heb deze wel eens gezien. Of ik heb gewoon vaker mensen zo neer zien gaan. Want ik kijk heel veel van dit soort video's. Maar life goes on and on and on. Life goes on and on and on. Life goes on in je kaak ook. Ik kreeg hele enge flashbacks van deze. Gaan we erop klikken. Tfue image. Ik wist dat mijn... Ja, ik kon het weten. Ik kon weten dat dit shirt is wat belachelijk gemaakt werd. Waarschijnlijk maak ik dit ook maar belachelijk. Of is deze al belachelijk gemaakt? Maar kom, kijk. Verschillende moutjes. Waar lijk ik nu weer op? Zet maar mij met een clown in één ding. Voor mij hebben sommige clownen ook zulke mouwen. Ik moet weer terug naar de basic zwarte shirt. Dan ben ik een PostNL bezorger. Dan ben ik dit, dan ben ik dat. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Wat nou weer? Hm?
Ja, dit is mooi. Mevrouw, wat doet u? Oh, de lichtmeter zet op de grond. Waar dan? Ja, daar. Oh jongens, jullie weten dat dit soort dingen ga ik goed, man. Ah, oh, geweldig weer. Kiel wanneer hij patat of friet eet. Ja, sorry jongens. Sorry jongens, ja. Ah, sorry dat mijn humor zo is. Weer mijn excuses. Ik hoop dat jullie hem weer kunnen aanvaarden. Waarom is dit zo grappig? Waarom? Nee, ik ga nog een keertje proberen te kijken, maar dan serieus. Kijk, dit is nog niet eens zo grappig, maar... Ja, dat is zo... Ik zat eerst even te focussen van, oké, wat gaat die flapping zijn wanneer ik patat of friet eet? I am so full. Oh. Christmas has been just wonderful, Grandma. Just oh, wonderful. Good. I'm glad you had it. Don't want to step on the hose here, sorry. Oh, come on, man. Grow up. Dat vond ik niet grappig. Ik weet niet wat ze oma heeft. Waarschijnlijk een of andere longziekte. Je kan niet gaan puffen in de machine van je oma. Kan niet, man. Nee, man. Wow, deze is goud. Ik ga stuk om deze. #QC. #QC humor. Nou, als je de hashtags bij je goed, dan moet het goed zijn. Do you have any phone cases? Yeah, of course. Yeah, of course. iPhone X phone case. iPhone X? Yeah, like nice good phone case is that, because my phone keeps dropping every time it drops it breaks. Did he must stop the next thing, man? You have endless. You have endless. You have endless. You have endless. Why are you talking like that? You talking like that. What are you talking about? Endless? What's endless? Endless. Wat is endless? Weet je eigenlijk of ik stuk ga? Deze man in het begin denkt gewoon, oké, dit is een fatu. En nu is die boos. Zijn mind bloot op. Zeg maar, hij weet nou niet van, joh, moet ik boos worden? Moet ik rustig blijven? Neemt deze man mij nou in de zijk of niet? Zeg maar, hij snapt er helemaal niks meer van. You repeat. Nah, Man heeft sowieso een kort lontje. Je ziet het aan hem, kijk. Hij vindt het niet meer leuk. I just wanted a phone case. Because my phone keeps dropping every time and it breaks. iPhone X. Hier gaat hij weer praten. Dat is een XS. Ja, because the XS, I don't think it's the same. Die man wil niet eens meer praten. En nu dacht hij, ja. Hij was voor mij gewoon zelf niet eens meer door. Het is zo mooi. Ja, dit is zeg maar mijn vakken op een andere level. Daar hou ik van. Deze guy weer. Deze guy altijd, jongens, zie ik hem voorbij komen. Iemand moet de telefoon van Tajula zijn oom uit zijn hand trekken. Het is tijd. Tajula! Je bent in de Reddit reactie, man. Wat heb ik in de reactie? Je bent in de Reddit reactie. Nee, joh. Hey, shout-out naar iedereen, man. Die kijkt naar Supergaande Natuur. Liefde, man. De on, ik hou van jullie. Oké. Maar bro. Dat is heel lief van je, man. Maar ik wil je even wat laten zien, man. Bro, jij doet de hele speech alsof je al award hebt gewonnen, bro. Wat ben je aan het doen? Wat is dit allemaal? Jij moet naar je oom toe gaan en die telefoon uit zijn hand halen, man. Naar mijn oom toe gaan? Ja. Здравствуй, опа, Новый год. Здравствуй, опа. Ik zei wel, iemand moet je oom tegenhouden, maar hij zit te veel op TikTok, bro. Ja, man. Ik moet hem zeggen. Het kan niet meer zo. Ik ga weer eventjes verder, man. Oké, deze koe, man, bro. Nou, jongens, dat was Tajula met de speech. We gaan weer verder. Fuck you. Ja, fuck you too. Hoezo, waarom doe je dit? Waarom doen mensen dit? Dan snap ik er gewoon niks meer van, jongens. Wat gaat hij doen? Waarom zou je dit doen? Waarom? Oké, hè? Maar hier was nu... Zij zet hem weer terug. Ik wil even kijken van hoe het einde van het filmpje was. Maar want hier, dit kan ik niet meer zien. Dat hij hem zeg maar zelf zo slaat. Dus hij heeft zijn benen gewoon... Hij zet hem gewoon terug. Helemaal lijp. Jongens, internet blijft je verbazen.
Yes! Yes! Ik heb hem! Yes! Ja, dus meneer QC ziet dat die ene foto van Google af is. En dan hebben ze het natuurlijk over de welbekende foto. Waag het niet. Waag het niet. Probeer het niet eens, ja. Gewoon niet doen. Dan ga je deze video sowieso niet betalen. Die kan je vergeten. Maar we hebben het natuurlijk allemaal over de welbekende foto. Dat zou heel mooi zijn. Ik denk dat inderdaad dit mijn reactie zou zijn als het zou gebeuren. Dit zou inderdaad mijn reactie zijn. Tot de dag van vandaag, als je QC opzoekt op Google, dan is dat de eerste foto die voorbij komt. Of die andere met mijn blobvis onderkin, echt, waar ik echt fucking dik weer was geworden. Er staan gewoon geen normale foto's van mij gewoon in de eerste rij. Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom Google mij moet hebben. Waarom moet Google mij hebben? Wat heb ik misdaan? Alle foto's zijn fucked up. Kijk, we kunnen het nu zoeken. Kijk, kijk, kijk. Dit bedoel ik, de blobvisfoto. Ik zei het tot de blobvisfoto. Dan heb je deze foto, wat verschrikkelijk is. Kijk, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Dit is een screenshot vanuit een video. Waar ik waarschijnlijk nog ziek was of moe was. Dit is een screenshot letterlijk uit een video van mij. Waar ik net zo aan het kijken ben. Ja, hier, dit mag ook niet. Illegaal. Illegaal. Kijk die baard. Dit is illegaal. Dit zou niet mogen. Hier zou een straf op moeten staan als je je baard zo doet. Maar ja, dan kan je ook weer zeggen, dikke beeld eigen schuld. Je hebt die foto zelf gemaakt. Het is ook nog eens een selfie. Ha. We gaan gewoon weer verder. Mijn frustraties er even uit. Oh nee. Oh. Jeban. Jeban. What the fuck? Jongens, ik dacht eerst dat die gat echt fucking diep was, jongens. Maar dat viel nog wel mee. Maar waarom doet hij dit ook? Waarom doet hij dit? Je blan. Ik weet ook niet welke taal dit is. Het gaat weer goed. Maar ik dacht dat eerst dit zo'n oneindige gat was of zo. Dat was het gelukkig niet. Maar ja, die guy die aan het filmen is, was ook aan het hopen hoor. Dat hij hem zeg maar zou oppokken. Geloof mij. Je blam. Jongens, ik wil weten welke taal dit is. Ik wil echt weten. Wat zijn ze aan het doen? Krijgen we weer zo'n online ruzie? Ja. Die mensen gaan helemaal zo doen. Je ziet gewoon volwassen mensen die stuk gaan vanwege gekke bekken trekken. Daarmee kan ik mijn kind zeg maar bij jou aan het lachen maken. Kijk hoe. Wow, dit is geweldig. Ik wist niet wat ik moest verwachten toen ik dit al zag. Ik dacht, ja, waar staat dit op? Waarschijnlijk was dit een challenge van laat elkaar lachen of zo. En ik zie ook weer Arabische tekens. Dit is zo. Net als de vorige keer was het ook op een Arabische livestream of zo. Met die online ruzie. Eén rap staat op een andere level, man. Ik ga echt altijd stuk, man. Een tekening van Q en frasie die naar een tekening van Q kijken. Dit is helemaal para. Wij kijken zeg maar naar de. Ja. Ja, dit is wel een knap staaltje werk. Creatief. Dit is creativiteit. Tot in de max. Ja, dit kunnen we waarderen. Dit is wel mooi. En eigenlijk moet hier weer een tekening van gemaakt worden dat ik hier weer naar kijk. Zou lijf zijn. Wanneer je met je hele familie in de huiskamer slaapt. Dit kan niet real zijn, jongens. Ja, gaat hier maar. Dit kan niet echt zijn, bro. Dit lijkt bijna een zaagcompany, man. Stel je voor, je hebt zoveel mensen die zo hard stukken. De tering, man. Dit kan niet, man. Q in het leven. Ik wist het. Toen ik dit aan had laatst op mijn livestream, ik wist het dat dit zou gaan gebeuren. Weet niet welke functie ik hier zou hebben. Weet niet wat dit op mijn pet is. Maar lijp. Ja, wat moet ik zeggen? Leger, man. Ik hou dat geen dag vol, toch? Jongens, ik hoop gewoon tot de dag van vandaag dat er geen dienst meer komt. Ken je die? Mij niet zoeken. Jongens, de koptelefoon is af. Weet je wat dat betekent? Zet mij aan het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Later. Doei dan!